De trainingsvisie, Bert van Hunestein, was de uh, teleurstelling heel groot of was je licht teleurgesteld? Nee, bij verlies ben ik altijd heel erg teleurgesteld. Uh, toch kijken als trainer ook natuurlijk naar uh, de performance van het elftal, uh, hoe ze gevoetbald hebben, welke keuzes er gemaakt zijn. En dan uh, ja, in een latere fase heb ik ook wel hele goede dingen gezien uh, van onze groep. Uh, ze hebben af en toe laten zien waar we toe in staat zijn. Alleen het is wel zo dat we van een heel volwassen Quickboys uh, verloren hebben. En uh, uiteindelijk doet dat het meeste pijn. Cruciale momenten natuurlijk weer. Hè. Die beginfase was weer uh, ja, vreselijk, eigenlijk. Ja, we zijn uh, met onze groep daar heel erg mee bezig. Want soms, we hebben er veel over gehad, uh, misschien wel te veel. Uh, de spelers moeten zich gewoon realiseren als je vanaf minuut 1 onder druk wordt gezet hè, met zo'n dieptepaas bij de aftrap, ja, dan moet je hem gewoon eerst weer wegleggen, zodat je weer aan kan sluiten, ver van je goal kan komen te spelen en daar een ritme gaan pakken. Nou, dat lukt ons op een of andere manier niet en dan had Quick Boys ook nog het geluk dat uh, ja, door een klein uh, slippertje achterin, dat Thijssen vrij voor de keeper komt en uh, ja, komen ze eigenlijk in de zetel. Het is nog niet zo heel lang geleden uh, geweest dat DVS er vanaf het begin opklapte. En dat er heel vroeg uh, gestoord werd. Uh, om zo snel mogelijk binnen die bekende vijf tellen weer balbezit te hebben. En constant redeneren vanuit uh, balbezit. Waarbij ze soms wel eens de bietenbrug ingingen, gingen. Maar dan kreeg je vaak wel heel mooi aantrekkelijk voetbal op bed. Nou ja, dat was de intentie natuurlijk ook. Maar op het moment, uh, je kunt wel gaan jagen, maar je moet dan ook momenten hebben dat je het duel aan kan gaan. Nou, en ik vond dat Quick Boys gewoon veel feller was uh, in het begin uh, daarin. Dus dan, uh, dan kun je wel vijf of tien seconden regel uh, toepassen, maar dan, uh, dan lukt het ook niet. Ik moet wel zeggen dat uh, op het moment dat de wedstrijd helemaal draaide, zag ik dat wel veel meer terug. Vooral onze middenvelders waren daar sterk mee bezig. Uh, maar goed, dat moet je als elftal ook goed oppakken. En je moet het moment ook zien. Uh, van de week ook nog opgetraind wat dat betreft. Het gaat om lezen van het duel, maar ik moet eerlijk zeggen dat Quick Boys een paar slimme jongens had die dat goed aanvoelden. En eigenlijk het middenveld gewoon oversloegen en snel de spitsen zochten. Jij bent van origine zelf altijd een verdediger geweest. Heeft dat ook impact voor je loopbaan als trainer? Denk je dan uh, intuïtief uh, sneller verdedigend of uh, maakt dat niet uit? Nee, want als je goed op opgelet zaterdag zie je dat wij uh, alleen maar op de helft van Quickboys hebben gespeeld. Dus wat dat betreft, uh, als, het om, uh, als ik verdedigend zou zijn, zou ik achteroverleunen en dat soort zaken. Nee, ik denk dat wij uh, minimaal 66% uh, balbezit hebben gehad. Alleen belangrijkste balbezit hadden we niet. En, en daar gaat het uiteindelijk om. Uh, ik vind ook dat tot aan een wedstrijd. Uh, als je Twente ook eigenlijk nog ons doel had, prima, we staan goed in de linies. Juist omdat ik verdedigd ben geweest, weet je het spel. Het spel inzicht is het tactisch, weet je het goed weg te zetten. Dan ga je niet naar eens een wedstrijd denken van nou we spelen te verdedigend of zo. Nee, we hebben alleen op de helft van Quickboys gespeeld. Uh, heb je na afloop nog spelers gesproken? Die heb ik zeker gesproken, ja. Teleurgesteld? Uh, zeer zeker. Uh, in, in de teamprestatie, maar ook in een eigen prestatie uh, individueel. Ja, ehm. Um... Hou jij van uh, risico nemen of risico vermijden, Bert? Het ligt eraan uh, in welke situatie je bedoelt, Piet. Ja, nee, ik bedoel, um, jij, jij, je, ik, ik weet dat jij, en daar heeft ook wel eens een artikel uh, over in de krant verschenen van spelers van uh, SSC Putten. We, we kennen geen trainer die zich zo goed voorbereidt, ook op de tegenstander, van alles weet over de tegenstander. Pas je je daar niet iets te veel op aan? Zodat we eigenlijk een beetje, beetje, beetje slap beginnen. Een beetje zo van, vanuit de kracht van de tegenstander of zo. Maar denk je dat ik in de bespreking zeg dat ze slap moeten beginnen dan? Nee. Dat geloof ik ook niet. Nee, dus ik snap hem niet, Piet. Uh, we bereiden ons goed voor. En ik denk dat je, als je zaterdag de wedstrijd hebt gezien, hebben we ook heel veel goed gedaan. Alleen Quickboys kwam in een zetel en ze konden hun spelletje gaan spelen. Kijk, ze hebben twee van die hele grote spitsen, drie eigenlijk. En ze slaan het middenveld over en, en ze sluiten bij. Uh, dat is hun spel en, en dat is prima, daar hebben ze succes mee. Maar wij kunnen dat spel niet spelen. Dus uh, in die zin, uh, kijk wij kunnen ook wel gaan pompen van achteruit, maar als ik dat weer doe, dan zeggen ze ja het is te snel uh, lange ballen. Dus uh, wat dat betreft, uh, een paar weken lang geleden was het van ja, het veldspel is minder en uh, we zien die driehoekjes niet meer kan ik me herinneren. Nou nu zien we driehoekjes, maar alleen die driehoekjes moeten nu wel ergens in, in uit gaan monden en dat is uh, in doelpunten. Ja, die hè? Ja, niet alleen. Je moet als spits ook een bal willen hebben. Gerichte loopacties moeten wel gelezen en gezien worden. Uh, we hebben hele creatieve jongens, maar die jongens moeten hun creativiteit wel laten zien als ze eenmaal voorin zijn. En uh, daar heb je bepaalde flair voor nodig, een bepaalde lef. Nou, en dat moet ook in dit soort wedstrijden zichtbaar zijn. Tot overmaat van ramp verschijnt er dan ook nog een artikel waarbij je er ongeveer vergiffen op kunt innemen dat Magreb deze competitie gaat verlaten en volgend seizoen tegen EFC in de vierde klasse speelt. Um, ja, dat is weer drie punten inleveren, Bert, of niet? Nou, we hebben het al heel vroeg in het seizoen over gehad dat dit scenario natuurlijk aan zit te komen. Ik heb het eerder meegemaakt met de VVA wat dat betreft en een keer in het seizoen met Huizen en Bennekom. Ja, zo lijkt er ieder jaar wel wat te gebeuren. Ik denk als Maghreb ja, inderdaad eruit gaat, wat ik niet hoop voor die groep spelers, want uh, dat zou ik echt zonde voor hun vinden. Ik hoop dat ze het seizoen gewoon af kunnen maken. KVB wist ook uh, van tevoren van de situatie van Maakrep af. Dus of je laat ze aan het seizoen beginnen en laat het afmaken, of je zegt op een gegeven moment van ja, weet je, je mag het seizoen niet eens beginnen. Dus uh, ik vind dat ze alle recht hebben om het seizoen af te maken. En dat we op een hele sportieve competitieverloop kunnen rekenen. Je hebt al kennis gemaakt met Gennaro Snijders. Ik hoop dat straks te doen. Wat voor speler is dat? Ja, nou ja je ziet fysiek natuurlijk dat hij bij de profs. En zeker in Engeland, natuurlijk wel het een en ander gewend is geweest. Zeer atletisch, snel, behendig. Enorme drive zit erop. Uh, geweldig mens, heb ik al kunnen merken. In, in, in twee trainingen, en ook in gesprekken met hem. Nou, een jongen met, met toegevoegde waarde voor DVS 33. Is er al iets bekend over uh, dat dat is gehonoreerd? Nee, ik, hoor, ik hoop deze week wat meer te horen wat dat betreft. Dus, maar ik denk dat de KNVB druk is met, uh, met andere zaken. Ja. <laughs> Inderdaad. Uh, geïmponeerd van uh, uh, Jong-Amerika City uh, in de videoanalyse of niet? Nou, geïmponeerd. Het is duidelijk dat het meer een team is dan in de voorgaande jaren, zoals, dat zo, uh, zoals ik het nu kan beleven. Jongens die wel de ambitie hebben natuurlijk om naar het eerste te gaan, maar ze hebben daar toch ook wel een duidelijke policy dat ze met dat elftal in deze competitie mee willen draaien. Ik geloof dat ze één wedstrijd uh, tegen Capelle, acht uh, aanselectiespelers hadden. En toen hadden ze het ook meteen moeilijker. Um, ik denk dat Almere heel veel voetballend vermogen heeft. Wat ook opvalt is dat ze het niet 90 minuten lang voorhouden. Dus uh, wat dat betreft, nou, we hebben bewezen dat we dat wel kunnen. We hebben heel veel zin in om daarin al meer te voetballen, omdat het is een voetballende ploeg en dan ga je wij prima tegen. Heel veel uh, succes in de voorbereiding naar uh, zaterdag toe, Bert. Ja, dankjewel Piet. Okay.